Kom weer in beeld, blijf je allebei staan. Nee, ik blijf staan. Oké. Okay. Hey! Ik zeg altijd bij iedereen dat ze iets goeds gaan krijgen. Oké. Okay. Maar dat werkt tot nu toe geen één keer. Oké. Okay. Dus je gaat echt iets slechts pakken. Echt dat je denkt, poeh. Dan krijg je iets goeds. Daar komt-ie. Is het eigenpack al? Ik heb niet walk-out. Ik heb niet walk-out. Inzaghi. Ja, dat is Inzaghi. Ga weg! Mensen, doe een duimpje boven deze video en dan pakken we... Inzaghi. Nee, ik denk echt dat dit Eusebio gaat worden. Ja, denk ik ook. Wat is er? Ik doe niks. Nee, doet niks goed. Ja, weer niks. Zijn we er klaar voor, mannen? We zijn er helemaal klaar voor. We zijn er klaar voor. De heilige 5 euro. Jongens, abonneer op mijn kanaal en dan win je deze kan je zijn heilige 5 euro winnen. Ja, heilige 5 euro. Maar je weet dat je de eerste keer toen je goed spekte uit de Icon Pack, dat je allemaal decoraties op je hoofd had. En de tweede nee, dat gaan keer we niet doen. Gaan we niet doen. Bro, er ligt daar zoveel pepernoten. Ja, want ik ben de oplader van mijn kruimelveger kwijt. Dus dit, liggen daar allemaal dus liggen er gewoon pepernoten. Ja. Sinterklaas is al voorbij en hij bestaat niet. Gast. Dit moet het nee, niet hoor. Dat is goed, want dan is het dus niet meer voor onder de 13. Oh ja. Hij bestaat niet! Nee, dat kan niet. Zeg voor de kijk, iemand die nog in Sinterklaas gelooft. Bro, die zijn echt 5 als je nog in Sinterklaas gelooft. Als jij dit in de woonkamer kijkt op de speakers. Sinterklaas bestaat niet! Het is allemaal gelogen door je ouders! Maar waar de kerst hoor? Die bestaat wel! Die is van de Coca-Cola. De tandafee. Mag ik hem doen? Nee. Maar je moet het met de 5 euro doen zo. De 5 euro zo en dan tik. Nee, de dollar. De magische 5 euro. Nee. Hier ben ik geen geluk. Zijn we er klaar voor? Dit gaat hem worden. Kom op! Braziliaans! Linksachter! Roberto Carlos! Nee. Dat is echt wel wat front. Kom op, alsjeblieft. Normale vlag. Gullit! Rijkaard! Oh nee! Oh mijn god, deze is slecht! Oh, ik ben genakt! Oh! Deze is slecht? Oh! Waarom pakt iedereen Nederlands? Ik snap het gewoon. Dat er echt 8 zijn of zo. Zo, die aanval. Dit is slecht. Ah, het valt mee. Hoe valt dit mee? Je kan hem op centerback zetten. Dat zou kunnen! Wat heb je nu als centerback? Je hebt toch Matuidi? Nou, dat is toch dit beter? Je kan hem niet verkopen. Dat is dit toch beter? Ja, maar ik heb Matuidi niet meer. Nee, die heb je net ingeleverd. Dus nee, heb ik sowieso niet. Laat je team eens zien. Okay. Ik ga naar de fantastische Indivisie. Doei! Ga je nou hier reclame lopen maken bij vier? Bro, dit kun je goed linken. Ik heb geen idee hoe, maar... Wat vind je van mijn team? Ja, ik vind het echt een k***team. Ik vind Varane slecht en Mandi ook. En nu? Wauw. Dit is vet. Zou ik een weekly gaan spelen met Inzaghi? Ja, dit is onze video. Ik heb namelijk al gespeeld. Mensen! En jij was je vergeten te plaatsen, vuile. Want en ik gaan tegen elkaar spelen met Inzaghi. En dan gaan we kijken wie de meeste goals kan maken. En degene die verliest, die moet zijn wenkbrauw eraf scheren. Okay. Nee. Maar Matt heeft al gespeeld, ik dus nog niet. Dus ik heb geen idee hoe goed jij gegaan bent. Ik zeg niks. Maar de puntentelling is: 2 punten voor een win, 1 voor een goal. Ja. Pfff. Deze is slecht. Dit is echt Inzaghi niveau. Maar het ding is wel, Alberto op CDM is niet zo goed. Ja, Rijkaard ook niet. Nou, dan gaan we... Dat gaan we uitzoeken. Hey, voor welke categorie gaan we ons nomineren voor bij VIET dit jaar? Muziek. Comedy. Comedy. Beste kanaal. Beste kanaal, ieder visie. Ik ga te slaan. Zie je de neus van je. Sensodine. Ik heb iets in mijn... Mensen. Als jouw moeder fraait... Prank. Prank. Tijd om bij te storten. Mensen, ben je nou op zoek naar te goed, zodat jij ook een speler kan pakken uit het team of de tournament group stage? Oké, we hebben de 12,50 kapers. Gaan we een walkout pakken? Ja, sowieso Pjanic. Ja? Die is team of the group stage, hè? Echt? Nee. Prank! Dit is mooi. Oh. Is het 50k packie? Ja, het is een 50k packie. Oh, niet Borja Iglesias. Oh, wie is dit? Oh, Kale Sean. Dit doet mij heel goed. Artiesten die kijken. Artiesten. Mark. Wedden ik echt geen borden? Wedden. Jij weet het wel. Jij noem jezelf de pekkoning. Ik heb mezelf nooit de pekkoning genoemd. Jawel. Er is alleen gewoon niemand die de titel verdient. Het is nog niet besloten wie de pekkoning is. Er komen nog heel veel momenten aan en we zitten allemaal goed, goed op weg. Maar aangezien Raoul voor 3000 euro moet openen tijdens Team of the Year, gaat hij sowieso een Team of the Year pakken, toch? Ja. Als hij het niet gaat pakken, dan zou ik het... Oh. Is het een groepset? Dit is het de groepset, ja. Nee, Lautaro, joh. Icardi. Oh, Lautaro, lekker man. Yes. Heeft Messi dat ook? Ik heb geen idee, maar ik was koud bang. Hé, dit is gewoon een... goed. Wil je van Champions League... Ja. Team Tournaire. Team Tournaire. Dit is goed, man. Hé, maar er is iets geklist. Er zit nog wat. 100%. Ik dacht, is dat Champions League, Walker? Dacht je ook, toch? Dacht je?
Ja. Hoe is hij waard? Maar is even Messi hier ook in? We hebben ons niet ingelezen. Ja, is fucking weinig waard, want hij is ook echt heel slecht. Fucking goed! Oké, okay, hij is best wel goed. Ik krijg geen views als hij heel slecht is. Ik heb tegen borden. Komt tegen borden. En jij weer geen borden waarschijnlijk. Ja, lekker. Nee, dit is geen borden. Jazeker. Tuurlijk wel. Wist ik gelijk al. Nee, dit is Sissoko. Is Sissoko nog iets waard? 4K. Nou, dat is wel meer dan. Minder dan 4K. Wat is dit top? Wat is dit lekker? Wat is In van Balkan. Nederlands. Oeh. De rest is allemaal waardeloos. Mitrovic. Waardeloos, waardeloos. Dikke troep. Wie is, 84 wie is Virgil van Dijk voor? Ja, dat is de enige goede deze. Aha. Komt u maar. Oh? Respect. Goed voor die SBC's. Slecht. Nee. Dit is gewoon. Weer een? What the fuck? Wat is dit dan? Die pak je echt makkelijk. Dit. Zie je? Nee, dat is niet waar. Ja. Wat een goed 2! Lekker! Die wil ik ook openen. 87, ja, wat dan? Zie je? Ah. Oh. Hoe is hij zo weinig waard? Ja, laat zien. Hij heeft een 4-6 skills. Ja, 2-star weak foot, hè. Ja, hij is, ja. Op FIFA is hij soort. Heeft hij het niet of zo? Ja, het is een cam met 2-star weak foot. Dus ja, dat is heel slecht. Waardeloos. Dit is al de twee kaarten. 1,2. 2,8. Dat is best veel. Nou, nee, niet veel. Als je 2 pakt in 12. Ja. 3. Want hier komt er nog 1. Oh, oké, nee. Dit is geen Messi. Borden. Nee, dit is geen borden. Dit. Jawel. Dit ben ik. Dit is geen borden. Ja, ik heb wel borden, maar gewoon waardeloos geen borden. Ja, tuurlijk weer. Ja, want jij hebt nog niks gebackt. Kom op. Nog eentje dan? Ja, nog eentje. Nog eentje. Kom dan maar. Oh, mijn god. Oh mijn god, dat is slecht. Kom bij Matt. Doe het voor ik mij. Ik ga het nu doen. Ja, doe het. Doe het. Wat is dit? Dit is een goeie. Dit is een hele goeie. Nee, ik moet even de hype opbouwen voor die kijkertjes. Oh, Borja Iglesias. Oh, Jordi Alba. Nee. Grimaldo. Oh mijn god. Maar moet ik het dan weer regelen voor je? Ja. Komt ie. Ja, maar die gewone wildcards vallen nu niet zo makkelijk. Die zijn altijd leuk om te packen hoor. Borja Iglesias. Borja Iglesias. Maar win deze 5 euro door te abonneren op mijn kanaal. Mensen hebben jullie eenzaam al gehoord. Ga nu streamen op Spotify. We hebben op dit moment 163.514 streams. Ik wilde 200.000 streams. Oké, jongens, daar gaan we. De 35 capex, jawel. Ting, ting, ting. Dat begint goed voor de DNP. Misschien zit het nee. Katy Perry is ook. Don't do drugs, kids. Don't do drugs. Dat is je mening over body positivity. Body positivity is schitterend voor de mensen die er wat aan hebben. Maar... kijk, zit er nog wel in. Body positivity is wel gewoon kut. Want het is niet erg om te accepteren dat je ergens niet goed in bent. Of dat je gewoon lelijk bent. Kijk, jouw serieuze hoofd hier ook bij. Dus stel je voor, ik ben lelijk. Kijk, stel me nu voor. Ja, het lukt me meteen om je voor te stellen. Het lukt me meteen. Dan kan ik toch gewoon van mezelf weten dat ik lelijk ben. Ja. Dat maakt toch niet uit. Ik hoef mezelf niet lekker te vinden. Als jij niet kan voetballen, hoef je toch niet te denken. Nee, ik kan echt goed voetballen. Ik kan goed voetballen. Of als je niet kan zingen, hoef je toch niet te denken dat je goed kan zingen. Dat hoeft toch niet. Je kan toch accepteren hoe je bent en daar je kracht uit halen. En dan wordt het alsnog een cliché praatje van mij. Dan wil ik even zeggen. Dus, is jouw zus nou body positivity? Er staan wat p***jes in de... Nee, dit moet er even uit. Maar, alle vrouwen zijn mooi. Op een paar na. We hebben nog geen één borderspeler gepakt in deze tering dingen. Moet iets positiever zijn over body positivity. Ik ben groot... Beter amount. Boer, we gaan toch wel één borderspeler pakken. Eén walk uit. Kijk eens. Nee, niks. Dit is toch bizar? Daar komt ie, dames en heren. Ik heb het weer gedaan. En ja, ja, het ja, ja, voor de ja. Voor de speler. De kans dat het dan een walkout is natuurlijk dan gewoon eigenlijk niet heel, zou je zeggen. Dat meen je toch niet? Voor mij gebeurt het toch echt. Dat meent het toch niet? Hey, dan zijn we weer met een nieuwe niet-borderpakket. Dit is toch niet normaal? Suarez. Ja, ja, leuk. Oh. Hij snapt. Ja. Ja hoor, lekker. Ik heb gesnapt. En dan komt hij. En dan komt hij. En dan komt hij. En dan komt hij. En dan. Matic, die is natuurlijk geen ding. Is meer, het is Jovic. Ja, ja. De borden ja, komen ja, nu. Ja. Ik ga niet eens kijken. Ik ben helemaal klaar mee. Hey! Is niks. Dit is de allerlaatste al. Dit was geen verspilling van je geld. Jezus, dit is toch bizar. Dus mensen, jullie moeten allemaal nu liken. En de laatste is ook weer niks. Het is niet normaal. Draai ze van mijn week. Misschien zit die zo code nog achter. Draai ze even van mijn week. Nee, draai niet. Jawel, doe mensen een duimpje omhoog. Draai. Harder. Draai aan mijn wiek! Zo slecht! Dit is, waarom open dit, man? Dit staat echt nergens op. Weer die glitch. Kijk die glitch. Die zilveren glitch. Wat de f*** is dit? Zullen we aan borden spelen? Huh? Een walkout! Oh, ik ben zo... oh, ik hoop... Oh, wat een eik. Check, doei. Holy
oude shit. Echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er sneller voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in. Zijn koersen laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in.